Kijk dan, joh. Oké, okay, die heeft serieus goede remmen. Wel goede meneer. Het is te klein voor grote auto's. Yep. Hij wacht op die MX-5, denk ik. Ja. Die komen ons zo wel voorbij. De buitenkant minder glad dan de binnenkant. Ja. Mag ik Verstappen regels zijn? Ja. Oké. Okay. Nee. Oeh, daar was die al glad. Dat was de binnenkant. Mm-hmm. Ja, dan reed je met anders al. Yep. Bij deze bocht gewoon even een beetje oppassen. Mm. Gewoon goed aanvoelen. Te ver naar binnen. Oh, dus nee. Je moet dus opletten met het te ver hier sturen. Ik ga geen racerondje neerzetten, hè? Nee, maar je moet niet te laat insturen, want als je dan geen grip hebt, dan ga je de muur in. Dus je moet eerst aanvoelen of je grip hebt, zo ja, gewoon doorgaan. En zo nee, dan ja, hergroeperen. Dit soort snelheden kun je helemaal makkelijk. Nou ja. Ja. Dan moet je niet doorgaan met gas geven. Hier, foto. Rustig, rustig. Hij is hier glad, hè? Volgens mij weet ik, die camera keek me recht in mijn gezicht aan hier, dus. Hier. Oh. Zo. Hier kun je in ieder geval even een stukje stampen. Hier hoef je dus niet te remmen, hè? Met deze snelheden al helemaal niet. Dit wordt kut. Hoezo? Nou, omdat mijn ruit nogal heel erg beslaat. Met de airco uit. Oh ja, nee, ze zit gewoon airco aan, joh. Met dit soort snelheden merk je er toch geen reet van. Hij vreet best wel een hoop vermogen. Ja, je geeft ook bijna nergens vol gas. Ik geef al vol gas. Ja, oké, okay, ik bedoel meer van je stand niet echt hoog worden toe. Maar. Te hard. Rustig uit, is niet te gesturen. Een rechte lijn, hè? Hmm. Die wolken dan. Ja. Ik denk niet als hij gaat schrijven, maar dat doet hij niet. Dat ding is fucking langzaam. Altijd te later in. Idem. Die is glad. Deze juist heel laat in, zoals hij doet. Ja. Heel strak. Oh, verder. Dat ging niet. Ja. Rustig uit, iets terugsturen. Het is heel veel met, zeker met als het glad is, op het moment dat je gas geeft, die gaat de bocht uit, moet je juist alvast iets terugsturen. Op het moment dat je gas geeft, anders gaat hij meteen. Ja. Vaak is het gewoon dat je te hard wil insturen. Ja.
Het valt me nog best mee hoeveel grip deze banden hebben in de regen. Ja. Als hij zo rustig blijft rijden, komen we er nog voorbij straks ook. FKR eruit gereden. Ah ja, met spreken in de auto nog een Ferrari eruit gereden. Dit is dat bochtje, hè? Uh-huh. Ja. Heel rustig erbij? Nee, mag niet. Ja, joh, omdat je te veel stuurt. Ja. Hallo. Ja. Ja. Ik weet de weg niet zo goed als jij, hè? Nou. Nou ja, doe vooral wat jij veilig vindt hoor. Precies. Als je ergens te langzaam in gaat, dan krijg je het wel van te horen. Ja. Als je echt zoiets hebt van gast. Nee, maar dit is wel leuk. Ja. Een beetje sparren met een Civic Type R. Ja, nou ook al doet hij het ook heel rustig aan. Ja. Ja. We kunnen allebei zat harder. Hij nog heel veel meer harder. Nee, hij begon net al te glibberen. Ik denk dat hij er misschien semi's onder heeft zitten. Ja, dat zitten. Zou kunnen, ja. Ja, dat zijn standaard wel semi-achtige banden. Zo'n lekker ding met hek. Ja. Hallo! Ik blijf er wel achter hoor, meneer. Hier even rustig en dan als je eenmaal deze door bent, dan stampen. 2-1 komen. En dan helemaal rustig. Ja. Maar even turbo, dat speelt niet meer vals. Ja. Go. Hij zit ook op 2000 toeren. Echt hè? Nee. Dat wel lukken. Ik vind geen verkeerd tempo wat hij nou aanhoudt. Oh. Op tijd remmen. Hier in de lijn. Ja, dan kun je ook geleidelijker uit. Ik vond het iets te vroeg erin, maar. Nou ja, ik dus niet. Ja. Zijn lijn is raar. Zijn lijn was een soort van buiten, heel erg strak naar binnen en dan weer. Ja, hij pakt echt redere lijnen. Nou ja, ik zou dus eerder een lijn willen zien waarmee je aan de uitgang het meest overhoudt. Snap je? Ja. De ingang maakt mij heel weinig uit. Als we maar marge hebben dat als we ineens glijden, dat we gewoon ruimschoots gewoon van het gas af kunnen gaan en dan... Ja, dat komt niet snel zo. Ja, dat is die MX-5. Die gaat zo meteen vanzelf al voorbij. Ik denk dat die nog steeds NA is. Ja, of hij heeft banden waarmee die geen gas kan geven nu. Een NB MX-5? Ja. Die is sowieso nog NA. Dus dat is een beetje zo hard als die wil gaan, maar heuvel op. Veel harder gaan ze niet. Mijn MX-5 was ook 145, 150 hier de heuvel op en dan was het wel. Ja, Swift ook. Heerlijk om hier weer te zijn, zeg. God, ja. Leren. Als afgaan werkt dus de averechts, dan gaat hij harder pushen. Nee. Erik? Ja. Dat is file, hè? Niet. Ik heb geen idee. Nog? Nee, ik heb me geregistreerd bij Telecom. Oh ja, tuurlijk, ja. Want Telecom, want hij ging op Vodafone. En Vodafone zegt, jij bent van Tele2, jij krijgt helemaal niks. Jackson Control? Ja. Oh, een lampje brandt nou ook. Hij snapt het niet meer. Ja, dan moet je ook opletten dat als die gaat gaan. Als die dan gaat glijden, ben je wel de Sjaak, hè? Ja. Veza raakt al snel in de war. Ja. Kan ik kiezen? Nou, maar doen we zo wel even op rechts. Kijk uit. Ja. Even binnen blijven. Hij wil er langs. Nee. Hij wilde er nog niet langs. Uit een merde, dus. Dat weet ik. Mister 2. Maar
mijn favoriete bocht ooit. Nou, een bochtencombinatie eigenlijk. O8 en Hedwigs Hubbe. Maar hij komt in die lijntjes. Ja, gek hè? Ja. Het is een 1ZZ. Hij heeft een raceauto. Ja, het is een 1ZZ. Hij gaat zo hard als die kan. Oh, hij heeft semis. Misschien heeft hij 2ZZ. Hij heeft semis. Het zag ik al het moment dat hij langskwam. Ja. Hij is gek dat hij ermee gaat racen nou joh. Ja, hou maar even een beetje afstand. Hij is niet aan het racen. Hij probeert het wel, Erik. Kijk dan. Hij probeert het zeker wel. Ja? Hey, dit is vrij droog hier. Dat is apart. Komt zeker door de steile heuvel. Ja. Dit is glad. Let op dat je hier niet te vroeg... Deze middenlijn hier, die is droog. Chase met een MR2. Ja, dat wel. Nee, maar die heb je. Ja. Die is alvast in het bakkie. Ja. Ja. Hij rijdt zijn banden niet warm op deze manier. Ze worden meteen weer afgekoeld. Kijk hoeveel splash er vanaf komt. Ja. Het is hier veel droger. Ja, dat komt gewoon door de stuwing van die berg. Jij durft. Ja, durf je hier ook nog niet. Wat doet hij nou weer? Dat is echt een gevaarlijke lijn, man. Hij pakt echt de natweerlijn. Ja, nee. Wel. Dan worden we ingehaald door een Zwift. Oude of nieuwe? Nieuwe. Ja. Was een sport, hè? Ja. 23 pk meer als mijn Zwift. Ja, nu? Waarom? Hij durfde niet. Hij wilde hem niet inhalen. Nee. Buitenlijn is te gevaarlijk meer. Nummer 2 heeft hij van. Ja. Een stukje naar toe rijden. Oh. Die heeft zijn regenbandjes eronder gezet. Applaus. Gewoon applaus, gek. Geweldig. Het rechte stuk laten we eens even zien wat een K24 want die kan, jongen. Dan rijden we dat ding wel eens even. Ja. Zullen we eens even het spreekwoordelijke poepje laten ruiken? Ja, het beton is prima. Hier is vrij glad. Hij gebruikt de regenremlijn maar vols. Ja. Ja, nu gebruikt hij wel de regenlijn. Rij die FK er even uit, alsjeblieft. Kom op, ga door. Ik rij ze er allebei uit. Ja, 3, 2, 1, go. Go, go, go. Twee zet, zet. Ja. Zo, dan hebben we liever hier even een eind af. Oh, tegen die heuvel op rem je sowieso voor jezelf af. Ja. 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 Het ging maar best redelijk. Pak hem mee 12 minuten. Had ook een 11 gekund met dit weer. Ja. Ja, 11,5. Misschien 11. Zullen we even rondgaan? Jawel. Tik-tak, tik-tak. Jij een rondje doen? Ja, best. Yeah. Ik wil even VTEC raken voordat... Ja. Ja, het is jammer dat hij pas zo laat komt, die VTEC. Nu pas weer. Ja, pas maar op. Ja, ja. Dit is sowieso een huurwagen. Ja.
alle zorgen leeg. Ja, precies. Stil. Het is bijzonder glad. Oh, die curb is ook heel glad. Ja. Ja, de weg is best glad. Maar hier dan weer niet. Hou er rekening mee dat je geen stability control hebt. Dat is vooral als de achterkant gaat glijden. Dat is een brandje. Ja. Het is even voelen waar die banden, want ze zijn nog steeds een beetje vet, hè? Ja, maar dat is de weg ook, dus. Ja. Dit soort dingen vind je diff niet leuk, dan ga je. Nu krijg je wel weer. Yep. Maar ja, vast voor de foto. Maar mij niet uit dat we dan een beetje moeten corrigeren, hoor. Ja. Het voordeel van die curbs is, nu worden we wel mooi eraf geduwd. Ja. In plaats van dat we klimmen. Even een streep draaien hier. Ja. Die glijdt weg, hè. Yep. Even de banden een beetje warm stoken. Gaat worden deze ronde. Oh, ik weet wel zeker van wel. Ja, nou ja, niet door veel mensen in ieder geval. Hier, zelfs de snelste auto's ter wereld die rijden gewoon voorbij. Ik wil eigenlijk de remmen ook die kans geven om af te koelen, maar. Tja. Het is heel onvoorspelbaar. Even inhalen eerst. Ja. Je zou wel ietsjes terug. Oh, die dip is altijd zo heerlijk. Ja. Ja, ik rijd eigenlijk al te langzaam om me goed te voelen, maar. Ja, ik zat wel echt op de grens daar. Ja. Deze was extra glad, hè? Ja. Dan gaan we nog langzaam in. Voelt het nou al gelopen? Nee. Nee, dat was een bandje die een beetje op de scrubbers is nu. Ja, oké, okay, maar. Ja, het echt 500 toeren meer moeten hebben bovenin. Ja, of die Zetec gewoon 1000 toeren eerder erin. Nee, ik denk dat hij dat ook had. Met het standaard blokkenprofiel. Ja, blokkenprofiel. Ik denk dat het aan. Stol. Hop. Ik zat in mijn spiegel te kijken. Ja. Ik vond het heel hard op de af. Ja. Ja, dat moet wel, want net was er nog niks. Ik had een houtje op Turanza's ofzo. Ja. Tricky, maar in principe met een natlijn gewoon kruisend. Ja. Yeah. Is dat niet die Passato waar we net zeiden dat hij te snel klonk? Nee, deze is maar 2 jaar later. Die andere 3. Ja. Dit is sowieso diff werking. Ja.
meer gaspedaal dan banden. Ja. Maar ja, ik heb ook liever dat ik te vroeg voel van, hé, hey, er is nu ineens... Oh, nou, langs. Ja, precies. Ga maar langs. Ja, hij had nog wel een ruimte, hoor. Ja, nee, hij wilde, hij zei altijd zoiets van, ik ga wel even aankijken, maar... Ik was vergeten dat ze onderin natuurlijk bijna koppel hebben. Heer Vermogens. Hadden we AC? Ja. Kijk hoe het gaat met beslaan. Kut. Dit is damp op de buitenkant van de ruit. Kijk wat ik bedoel. Dat is alleen binnen. Zie je, als ik nou gas geef, binnen die heeft zoiets van poes, poes, poes. Ja. Maar zolang ik geen gas gaf, hadden we grip. De hele bocht lang. Dat komt omdat je daar langzaam omhoog gaat. Met die extra last op de voorbanden heb je dan net genoeg grip. Yep. Oh, die Passat rijdt op zich wel door. Ja. Jij durfde hier wat meer vaart te houden. Oh, ik had nog wel meer vaart kunnen houden, maar ik hou van marge in de regen. Ja. Ik ben niet een fan van de regen. Nee. Ik kan daar wel enigszins in rijden, maar ik ben er geen fan van. Hallo volk. Dit is ook een unieke soort atmosfeer. Ja. Welk ander circuit heb je dit nou? Ja. Hopelijk dit. Ja. Hop, tot, 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 tot. Ik kan niet eens gas los hoeven laten hier, man. Geen maar 100, ja, 110. Ja. Maar je merkt het verschil in vermogen echt wel. Met airco aan of uit. Ja. Even kijken wat hij onderin zijn versnelling doet dan. Nog steeds niet heel veel, maar... Ja, meer grippen anders. Ja. Yep. Logisch, hij is wat minder touchy. Naar links. Er is best wel veel stuuruitslag nodig. Ja. Jammer dat die fotograaf daarna nu niet stond. Toch leuk, akkoordje even snel als een Passat. Nou, ik vraag me af, ik wil straks even kijken als hij nog ergens blijft staan toevallig. Wat voor banden heeft hij er dus in hemelsnaam onder zitten? Ja? Want hij heeft nul twijfel. Ja, misschien is de 4Motion hoor, daar niet. Ja. Voor. Dan heb je al de helft meer gripjes tijdens het accelereren. Ja. Hier reed je ook schat, nou. Ja, net wel even aanvoelen hoor. Ja, ja, ja. Er was wel een duidelijke grens, zeg maar. Je moet altijd even aanvoelen wat je midden in de... Van mij. Ja. Ik ben zo gewend... De matta. Ik ben zo gewend met de MX-5 om echt vol over die twee curves heen te gaan. Ja. Een dikke MX-212. Dat het dan geen MX-121 is. Als dat 121 met een 1.8 MX-5 komt erin. Zo'n bolhoedje. Past. Dat zou leuk zijn. Ja. Oh, er zijn mensen aan het kijken. Huh? Een klein beetje ondersteun in midden. Compleet gevoelloos, zeg maar. Hij ging ik van boek. Nou, nieuwe ruit. Is dat? Dat is een GTD. Dat is een GTD. Ja. Daarom heeft hij de kop. Ja, dan hebben we waarschijnlijk wat minder droog weer georiënteerde banden. Aha. Rustig. Nee. Raceauto voor ons. Nou, echt hè? Het is ook echt een Nederlander met zo'n Nederlandse vlag. Wat staat erop?
Snoeker Express. Hok. Nou ja, dan weet je dat hij in ieder geval niet per ongeluk hier is. Ja. Mijn theorie is, als je hier recht oversteekt, dan gaat het goed. Deze vind ik altijd heel tricky. Gewoon omdat ik hem lastig in te schatten vind. Een beetje gripverlies in midden. Niks bijzonders. Deze is droger. Baan begint sowieso een beetje op te drogen al. Nee. Schijn. Nee, asfalt. En beton. Betaal jij de volgende 6 ronden? Zullen we even kijken wat we kunnen doen? Nou ja, als de remmetjes nog niet heel erg aan het trillen zijn... Dan zijn ze al 6 beginnen. Ja, oké. Okay. Niet heel erg. Dat was de achterkant. Ja. Voel je? Mm-hmm. Ik was één keer gaan voor echt uitbrak. Hij ligt aan de eerste kant en ik zoiets van, oeh, interessant. Nog een keer. En toen deed ik het nog een keer en toen begon hij nog een keer te glijden, want dan krijg je natuurlijk dit effect. Ja. Ik heb pas één keer gehad dat hij echt... laat die remmen even koelen. Ik heb één keer even de 102 gedaan. Maar ik heb pas één keer gehad dat hij echt uitbrak. En dat was op een bergpaf in de sneeuw. Dus dat telt niet. Ja. Gewoon op de motor doorremmen en dan de hele stukken rollen.